Dorcas kan met jouw 28 euro veel voor Crannies betekenen. Wat precies? We nemen als voorbeeld Crannie Maria. Maria zit vooral binnen in haar huis. Door een val kan ze niet zelf het hout voor de kachel binnenhalen en boodschappen doen. Maria kent weinig mensen die ze kan vragen haar te helpen. Ze houdt van gezelligheid en praten over vroeger. Maar omdat er bijna niemand langskomt, voelt ze zich vaak alleen. Met jouw 28 euro help je een Crannie zoals Maria. Hoe zit dat precies? Maria krijgt van ons regelmatig een voedselpakket waarmee ze haar eenvoudige maaltijd kan aanvullen. Dit pakket is bijvoorbeeld ingezameld met de Dorcas voedselactie. Of de producten worden ter plekke gekocht. Maar dat is lang nog niet alles. Er komt een sociaal werker langs. Bij haar kan Maria haar verhaal kwijt. De sociaal werker gaat samen met Maria naar de dokter. Als ze medicijnen krijgt, dan krijgt ze hulp om te begrijpen hoe het medicijn werkt. Vanuit de overheid is ook een medewerker beschikbaar die ouderen zoals Maria helpt met huishoudelijke taken. We hebben daarom Maria geadviseerd hier gebruik van te maken, zodat er hout voor de kachel komt en er boodschappen gedaan worden. We hielpen verder met herstel van het contact met Maria's broer, die nu af en toe op bezoek komt en ook wat eten meebrengt. Maria gaat graag naar een speciale ouderenmiddag die bij de kerk wordt georganiseerd. Maria heeft net als alle andere ouderen die naar de ouderenmiddag gaan, een eigen taak. Ze zet de koffie en zet wat lekkers op tafel. Het geeft haar zelfvertrouwen dat ze iets kan betekenen. Maria heeft door de ouderenmiddag andere ouderen leren kennen waar ze regelmatig mee praat. Dat is belangrijk. Zo voelt Maria zich minder eenzaam. En het mooie is, we helpen de ene oudere uit ons programma ook voor de andere te zorgen. Inmiddels is Maria weer wat beter ter been. Nu gaat ze graag met een groepje ouderen op bezoek bij een oudere man in de buurt. Hij is erg ziek en kan daarom niet naar de ouderenmiddag komen. Dat vindt hij erg jammer. Dat er mensen van zijn eigen leeftijd langskomen, met hem bidden en Bijbel lezen is daarom erg belangrijk voor hem. En ook voor Maria. Ze kan van betekenis zijn voor een ander. Dat heeft ze lang niet zo ervaren. Je ziet, met jouw 28 euro zorg je er samen met ons voor dat Maria er niet meer alleen voor staat. Door de omgeving te betrekken bij de zorg kunnen we veel meer mensen ondersteunen en ervoor zorgen dat de hulp niet eenmalig is, maar zorgt voor blijvende verandering.